Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Na 2 jaar is Stoken In terug. Hoe ziek is dat? We hebben natuurlijk door corona hebben we geen meetings meer kunnen doen. Maar vanaf nu is Stoken In helemaal terug. We gaan het wel ietsjes anders doen. Dat betekent dat we niet volgende week al in een nieuwe stad zijn, maar gewoon random. We zullen het aankondigen op Instagram, @pyroteamdelft. En voor de mensen die niet weten wat Stoken In is, check de video's even allemaal terug. Jullie kunnen in ieder geval vanaf nu in deze video onderaan zetten in welke stad we de volgende keer moeten gaan stoken. En dat zullen we dan vervolgens bekend gaan maken op Instagram. Dus volg @pyroteamdelft allemaal eventjes. Dan zijn jullie als eerste op de hoogte van welke stad het de volgende keer gaat worden. Voor nu hebben we een plasma aansteker. Die gaan we zoals altijd met Stoken In weggeven. En we hebben voor jullie de kortingscode PYROTEAMDELFT. Krijgen jullie 15% korting, jongens. Alleen nu 15% korting. En we gaan met deze afsteken, de blauwe, splinternieuw. En die gaan we ook zo meteen aan een kijker weggeven die hier is. Want we hebben er 2 bij ons. Hier achter ons gaat de meeting straks beginnen. We zijn heel erg vroeg dit keer. Even iets eerder om een beetje voor te bereiden. Wat hebben we ook, Des? Een bezem. Als je vuurwerk afsteekt, jongens, ruim het gewoon op. Kan ook niemand zeiken. Knetterwatjes, hoppa. Die waren best goed, toch? Oh ja, van vorig jaar. Klopt. Ja, die gaan hard inderdaad, deze man. Hoppa. Deze knetterwortjes. Ja, man. Oh ja. Oh, is die van jou, trouwens? Ja, we maken alles op voor Jordi, hoor. Wat heb jij bij dan? Wat ik bij heb. Oh. Ja, jongens, dit hebben we lange tijd niet meer gehad. Ja, hier. Dus steek deze even aan. Heel politie, hoor. Allemaal stoken! Hier hebben we een hele tas, jongens, moet je kijken. Jordi steekt even wat aan met zijn Blaster Jack trui. Zo! Wat was dat? Zo, die rook blijft hangen vandaag, man. We gaan even met deze afsteken natuurlijk. Dat is de blauwe. We hebben hier hetzelfde exemplaar. Nog helemaal nice in plastic. Oh, dat moeten we even erbij. Dan hebben we een instructie erbij. Zo moeilijk is het niet. Maar deze, die is voor deze jongen. Nou, heel erg bedankt. Alsjeblieft, man. Stoken mee met oud en nieuw. Ga ik zeker doen. Of eerder, kan ook natuurlijk. Wij gaan even beginnen met het eerste wat we gaan doen. Dan mag jij even bepalen, Jordi, wat we gaan doen. Ik zou zeggen... Cakey? Cakey? Neemt hij weer zijn dummies mee, hoor. Dat is een dummy. Hier, doe deze even of zo. Zo, dan gaan we deze doen. Kijk, jongens. Gaat hij weer gooien, hè? Hoppa. En altijd het aanstekertje zo houden. Dan wordt hij niet vies. Hoppa. Heel erg bedankt. Alsjeblieft, man. Geen probleem. Next kringetje, doe maar aan. Oh, schiet er wat weg? Mooi roken, pluimpie. Tering, man. Hey, heb jij die Knetterkings nog van vorig jaar? Of was het jaar ervoor? Nee, ik niet. Jij had de Knetterkings? Ja, van de Intratuin. Oh, van de Intratuin. Ja, die waren van 2 jaar terug, ja. Die zijn goed. Hey, kijk uit, man. Dat is goed. Hoor dan. De grote raadje. Kijken hier zo. Steek maar. Oh, oh, oh. Je hebt ook een andere. Oh. Dit is de dingen dan. Wow.
Waar moeten we dus de volgende keer naartoe? Laat het weten in de reactie. We hebben het nu niet heel erg aangekondigd waar we zijn. Beetje met een klein clubje. Hoi hem. Hey, die rook blijft goed hangen, hè? Blijft echt goed hangen. Hey, man. Hey, zo, what the fuck? Hard? Wat gek. Hier, wil jij stoken met... Oh, jee, je hebt dan een goede. Zo. Hey, jij mag dadelijk bezem, mijn man, Jordi. Jordi, even bezem. Zo. Zijn die dingen harder geworden? Of? Ja, lijkt hè. Even een nitraatje, gek. Hoppa. Ja, die is zacht, hè. Wat is dat dan? Zo. Mooi, 1, 2, 3. Gelijk heel de dingen in de fik, gek. Lekker hoor. Goed. Steek ze allemaal. Blijf het toch het beste. Wat is dat? Ja, vroenken. Zo! Die dingen zijn zo gek, hoor. Lijpe dingen, man. Die hebben nog wel wat meer om af te steken. Even deze, jongen. Zo, helemaal van banen. Hallo. Lekker hoor. Hey, goed, hij komt gewoon daar. Hoe stoken wij ook weer in België? Hoe? Zo. Ja, echt hoor. Hey, dat is lauw, hè, vanuit je hand. Hey, de politie in Delft heeft het geleerd, volgens mij, man. Hoe snel waren ze de vorige keer? Ja, een paar minuutjes. Twee minuten. Oh, okay.
Een paar minuutjes. Maar dat die rook blijft hangen, hè? Ja. Ja jongens, dit was stoken in nummer 1. Eigenlijk een soort van aankondiging. We hadden het heel kort, want ik weet heel... Kom. Voor de mensen die nu kijken naar deze video en denken van, was er een stoken in? Ik had het heel kort op Instagram gezet, daarna ook weer verwijderd. Dus dit was een selecte club voor de eerste keer. Dus we gaan weer beginnen met stoken in. Laat achter in deze video, jongens, waar we de komende keer naartoe moeten. Wanneer dat zal zijn, is niet standaard volgende week, maar dat kondigen we aan op Instagram. Zo, er wordt nog flink wat gestookt. De tas, alles opgeruimd hier op het plein. Dus niemand kan zeiken met de bezem. En ik ben heel erg benieuwd waar we volgende keer heen moeten. Wat denk jij? Ergens in het oosten, noorden? Den Haag of Zoetermeer of zo. Nee joh, ik denk wel Zoetermeer is sowieso gewild. Nou, we gaan het zien jongens. Tot de volgende keer. En volgende week beginnen de Polen video's.